Hij is hier, de wereldkampioen, bestaat Bestati. Ja. Dames en heren, toch een klein applausje, ja, hoor. Ik, ik, ik vertelde je voor de uitzending al dat ik ooit een kickbokswedstrijd van jou heb bezocht, toen je een jaar of 13, 14 was. Klopt. Het uh, Zonnehuis in, in Amsterdam Noord. Klopt. En hij zit hij nu tegenover me, uh, niet zo ja. bescheiden. Laat Mag zien ik hem? Om... Je... Ja, zal ik hem even, even Ik meegenomen. Ja, dit is hem dan, de wereldtitel kickboxen. Wauw! Ja. Dat... Wow. ja. Zo, dat brengt ook heel erg met zich mee. Dus zo voelt het om wereldkampioen te zijn? Ja, zo voelt het. Ja, 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 ja. <laughs> klopt, klopt, klopt. Prachtig. Ik zet hem hier even neer, ja, mag ik Met jouw permissie. Ik dat ik hem niet nee, vind. Ja. Zo, hier deed je het allemaal voor? Hier heb ik het allemaal voor gedaan en uh, ja, jaren hard werken, uh, gedisciplineerd zijn en ja, ook heel veel dingen moeten laten natuurlijk om op, op hoog niveau te presteren. En hij is nu eindelijk binnen. En we gaan hem ook behouden. Dat is ook belangrijk, natuurlijk. binnenhalen is één ding. Maar om kampioen te blijven is het tweede. En er zit een vrouw naast je met een gigantische glimlach. Ja, mijn moeder. Het is heel stom om nu te vragen: bent u trots op wat Want dat is allemaal voor de hand liggend. Wat kunt u hierover zeggen? Dit is gewoon meer dan verdiend. Meer dan verdiend. Hij werkt zo hard en hij is zo gefocust. En uh, ja, hij uh, riep eigenlijk al op zijn tiende, elfde volgens mij was je. Ja. Had hij ooit een interview uh, met een blad ook rings? Ja, dat, ja, dat hij, uh, had hij toen al aangegeven uh, als hij ouder is zou hij ooit bij. Uh, uh, glory willen vechten en uh, wereldkampioen willen worden. Ja, dus dus, uh, dat hij is gelukt. Ja. Glory wereldkampioen. Ja, u, hebt het hele, u had het al heel even over toen hij jong was. Hè? Ja. Neem ons even mee in zijn opvoeding. Stond hij als, als klein kind van 6, 7, 8 jaar ook echt voor de spiegel? Uh, nou, op die leeftijd nog niet. Hij was aan het voetballen. Oh, ja. Tijani was aan het voetballen. Hij was een voetballer. Dus uh, ja, dat was eigenlijk zo'n passie. En uh, zijn zusje uh, Zakia uh, zat op kickboxen op een gegeven moment. En uh, hij is toen een keer meegegaan naar een uh, training. En hij had zoiets van: ook wilde de volgende keer ook wel meedoen. Dus uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En uh, nou ja, hij heeft één training meegedaan en hij was verkocht. En hij bleek blijkbaar ook een talent. Ja, ja zeker. Je kreeg de diagnose uh, ja. uh, kanker te horen? Ja, dat was eind vorig jaar. Kreeg ik uh, uh, die diagnose. Het was uh, bij toeval dat ik het ontdekte. Uh, ik voelde een knobbeltje en uh, nou ja, dacht in eerste instantie niet meteen ja, dat, het, dat er iets heel ernstigs aan de hand was. Uh, als vrouw kan je wel eens een opgezette klier hebben of iets dergelijks. Dus ik heb het een paar dagen aangekeken en uh, toch de huisarts gebeld. Die heeft mij weer doorverwezen naar het ziekenhuis en uh, nou ja, na alle onderzoeken kreeg ik dus die diagnose. Dus vanaf eind december zat ik eigenlijk in een traject. En, uh, nou ja, op een gegeven moment kom je in zo'n rollercoaster terecht en uh, je hele leven staat eigenlijk gewoon op zijn kop. Dus uh, het pleegt zoveel roofbouw op je lichaam. En uh, nou ja, dan is het eigenlijk een kwestie van een positieve mindset hebben en doorgaan. En ja, mijn kinderen die er ook voor me waren, mijn familie die er voor me was. En uh, lieve vrienden, vriendinnen die er ook waren, die uh, mij dus echt gewoon de afgelopen maanden gesteund hebben. Ja, dus uh, ja, was. Uh, Echt een, ja, het was echt een heel traject. Ja. Hoe was het om uw kinderen te vertellen wat er aan de hand was? Uh, nou, ze zaten erbij. Ik uh, werd gebeld en ik had de telefoon op speaker staan. En toen werd ik dus door het ziekenhuis gebeld met uh, de diagnose. En uh, ja, ze zaten erbij. Dus uh, ze kregen dat natuurlijk ook op dat moment mee. En uh, ja, het was echt even, even een shock voor ons, uh, voor ons alle drie. Ja. Maar we hebben wel eigenlijk meteen uh, tegen elkaar gezegd ook, en uh, ook tegen mijn moeder uitgesproken dat we dit samen gaan doen ja. en samen gaan vechten. En dat ze deze strijd niet alleen voert. En uh, ja, uiteindelijk uh, ja, is, is, is alles uh, gelukkig uh, goed gekomen. Sowieso had ik al tegen hem gezegd, ik zeg jij gaat gewoon lekker door met je training. Um, want ja, het had ook anders kunnen zijn. Hè, dat hij denkt van nou ja, weet je wat... Uh, ik laat het maar voor wat het is en ik ga me alleen maar op jou focussen. Want dat, dat is ook echt wat, wat ik me afvroeg. Ja. Ik wilde vragen. Je bent beste jonge jongen, je bent ja. 23 jaar. Ja. Hoe kom je aan het, het karakter en de spirit om. Ja. Ondanks dat je zoiets heftigs hoort, toch door te gaan? Ja, kijk. En, um, ik ben van mezelf ben ik ook echt een vechter. Buiten dat ik een vechter ben in de ring en dat het mijn beroep is, ben ik eigenlijk van binnen ook echt een vechter. Ik ben mentaal heel sterk. En ik, weet ook dat, ik wist ook van dat als ik zeg maar, gewoon doorging met mijn trainen en noem maar op, dat het mijn moeder ook gelukkiger zou maken. Omdat, omdat zij weet dat dit goed voor mij is. En ergens um, was het ook een uitlaatklep voor mij. Uh, omdat het toch een zware periode is geweest. Dat ik ook tijdens de training een beetje mijn ei kwijt kon. Maar, uh, ja. Ondanks dat zat ik ook gewoon in een superbelangrijke voorbereiding voor de wereldtitel. De belangrijkste wedstrijd van mijn carrière eigenlijk. En um, ja, wat ik je net eigenlijk ook al zei, we hebben dit eigenlijk gewoon samen gedaan. En um, ook mijn team, die wisten hiervan af. En die, hebben zich ook, uh, ja, die wisten ook eigenlijk van mij dat ik mijn trainingsschema ook hier af en toe wel op moest aanpassen. En uiteindelijk is alles wel gewoon goed gekomen. Maar ben hoe zette eigenlijk... jij zelf die knop om? ja die knop die maar knop je, je die... beschrijft net in het ja. filmpje ook van, uh, van, van, ja, van de sportschool naar het ja. ziekenhuis ja. en dan, als je dan in het ziekenhuis staat ja. sta je bij een doodzieke moeder ja. Waaraan je heel duidelijk kunt zien dat het niet goed met nee, haar gaat nee, klopt ja zoals ik net zeg uh, knop gewoon omzetten ja dat is het enige wat ik kon doen knop omzetten en uh, er gewoon voor gaan wat je zegt we hebben dit samen gedaan we hebben hier samen voor gevochten en ja dat zit eigenlijk uh, ja, knop omzetten, dat is het allerbelangrijkste. En, en, en karakter hebben, mentaal ook heel sterk zijn. En dit heeft me mentaal ook wel een stukje sterker gemaakt. Maar ja, hoe heeft het je veranderd als sportman? Zo, so, ja. Ik denk, ik denk dat dit. Uh, dat, dat mij dit veel volwassener ook heeft gemaakt. In mijn, in mijn doen en laten. Ook als vechter, als atleet, als persoon. En hoe bedoel je dat? Dat je toch. Zeg maar, um, 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 bepaalde keuzes, zeg maar, uh, maakt. Bijvoorbeeld. Maar bedoel je daar bijvoorbeeld ook met dat je niet meer hoeft te vlieren fluiten zoals jouw leeftijdsgenoten? Dat je naar leeftijdsgenoten ik, ik ben Ik ben eigenlijk nooit zo'n persoon geweest. Ik wist eigenlijk vanaf het begin al wat ik wilde. En dat ben ik altijd. Ik weet altijd wat ik wil. Bijvoorbeeld zoals nu. Mijn moeder die is heel ziek geweest. Ik heb een hele belangrijke wedstrijd staan. Ik weet waar mijn prioriteiten liggen. En dat is bij mijn moeder en dat is bij mijn voorbereiding voor de wereldtitel. En dat is waar, mij, waar ik mij dan op dat moment op focus. En waar ik me ook echt 100% op focus. En niet half. Want als het, als het half is, dan ja, kan je niet bereiken wat ik nu zeg maar bereiken. Hij is volwassener geworden door deze situatie? Ja, zeker. zeker. Maar ja, het is ook, uh, ook heel veel uh, in overleg blijven met elkaar. Dus, uh, het was... Praten met elkaar inderdaad. Ja. En, um, en inderdaad ook gewoon overleggen. Overleggen met de thuisfront. Hoe het gaat. Ja. Gaat het, maar gaat het, weet ja. je het zeker? Weet je? Dat soort dingen. En ook, en ook op de training, uh, met trainers die mij ook vragen van hey, hoe gaat het met je moeder. Want als zij ook zien naar mij en weten van hey, dit gaat niet, dan, dan, dan is er een, in overleg. In overleg ja, zal er dan toch gekeken moeten worden naar hoe verder. Maar uh, ja, ik ben eigenlijk echt dankbaar dat ik een super een topteam om mij heen heb en dat alles nu ook gewoon goed is gegaan met mijn moeder en dat we dit eigenlijk allemaal in overleg samen gewoon goed hebben kunnen, kunnen doen en deze wereldtitel ja. mee hebben kunnen nemen. Nou, daar mag je heel trots ja. op zijn. En... U mag ook ongelooflijk trots zijn op een zeker. jonge jongen met uh, zoveel karakter. Zeker. Jij hebt gewonnen. Ja. En uh, tijdens hetzelfde toernooi was de hoofdact, zoals ze dat dan noemen. Ik vind het ja. onterecht, maar het wordt dan de hoofdact genoemd: ja. uh, Badr Hari. Ja. Die verloor. Ja. Maar die kreeg wel alle aandacht weer. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, kijk, uh, Badr is natuurlijk een, uh, een legende in de sport. Hij heeft zijn strepen zeker verdiend, uh, ook vanuit de K1-tijden. En, um, ja, en hij draait nu nog steeds op het allerhoogste niveau mee. Daarnaast zijn er ook andere, andere gewichtsklassen en vechters en in de lichtere gewichtsklassen, in het middengewicht, in het uh, lichtzwaargewicht, en in mijn gewichtsklasse, het lichtgewicht. Um, die eigenlijk ah. minstens zo goed zijn en ook alle aandacht eigenlijk verdienen. En, uh, maar je zegt het nu heel bescheiden, want ik ben ja. ook een, een liefhebber. Ik ja. ken de sport goed. En het, het, het valt mij al jaren op dat er ja. altijd heel veel aandacht is voor de, voor de zwaar... zwaargewichten. Ja. En amper aandacht voor de lichtgewichten. Die ja. Ja, in sommige opzichten misschien wel mooier vechten. Ja, klopt. Kijk, uh, in het lichtgewicht is er uh, 9 van de 10 keer veel meer actie. We zijn veel sneller, veel meer. Uh, ja, wat ik hier zeg eigenlijk, veel meer actie. En um, ja, ik denk dat. dat, dat dat de fans en heel veel mensen het ook wel mooier vinden om, om naar te kijken. Ja. En uh, er gebeurt gewoon veel meer tijdens, tijdens een gevecht van, van een licht gewicht. En um, ja, ik, ik denk dat, dat, ja, dat, dat het publiek zich denk ik ook wat meer moet gaan verdiepen in die gewichtsklassen. Vlaflorax Lorax, een uh, vechtsportliefhebber. <laughs> of niet? Ik zei al, ik ben van de praatpolitie. Ja, dus niet, uh, niet van kickboksen. Nee, nee. nee. Stacy? Jawel, hè, ja wel hè, zeker wel. Ja. Herken je wat hij zegt? Dat het zeker, lichtgewicht zeker, eigenlijk mooier is om zeker. naar te kijken? Ja, ik vind het alle twee mooi. Het is sowieso mooi om te kijken hoe atleten er zo voor vechten om uh, op, die, op die toppunt te komen. Maar ja, die zwaargewichten worden echt een soort wereldsterren. Ja. Wanneer, wanneer word jij dat? Ja, ik hoop dat, het, uh, dat deze belt een begin is. Want uh, wat, ik, wat ik je eigenlijk net ook al zei, Kijk, uh, in Amerika, in Engeland, noem maar op, heb je Conor McGregor in ja, het lichtgewicht. Floyd Mayweather in het, in het lichtgewicht. Ja. Snap je? Uh, dat soort vechters die, die krijgen alle aandacht. Zijn de bekendste atleten van de wereld. Maar met jouw discipline en jouw karakter ben jij de volgende. Ik de Mag volgende. ik je enorm bedanken? En vooral heel veel gelukzaam. Ja, heel ja, wel. Fijn dat bedankt. jullie er waren. Bedankt. bedankt.